Ik kom vandaag vanuit Leeuwarden en het was de afgelopen nacht. En vanmorgen flink raak met overlast door gladheid, ijzel en mist. Ook voor vanavond, vannacht en morgenochtend kom ik met een verkeerswaarschuwing. Voor de kans op gladheid en op plaatsen mist. Vanavond en vannacht flink opklarend weer. In met name het zuiden en noordoosten kan mist voorkomen. Vannacht ligt de vorst van rond de min 1 of min 2 graden. In de kustgebieden plus 2 graden en in het waddengebied plus 4. Daar wordt het later vannacht bewolkt. De wind komt uit westelijke richtingen en is zwak of matig. Morgenochtend hebben we eerst kans op gladheid en op plaatsen mist. De bewolking neemt vanuit het noordwesten en westen snel toe. In het oosten en zuiden eerst nog zon. In de middag volgt vanuit het noordwesten wat regen. Overdag 3 tot 6 graden met de hoogste temperaturen in het noordwesten. De Zuidwestenwind is zwak of matig. In de nacht wat regen en in het oosten en zuiden plaatselijk gladheid. In het zuiden van Limburg min 1 graden. Maandag is het bewolkt weer met overal wat regen of motregen. Ook flinke droge perioden en overdag 5 tot 7 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. In de kustgebieden krachtig met windstoten in kracht 7. De vooruitzichten. Dinsdag en woensdag brengen buien met al wisselend zon en overdag temperaturen van rond de 7 graden. Ook in de nachten boven nul. Donderdag volgt met een paar buitjes ook de zon erbij en overdag 5 graden. In de nacht gaat de temperatuur alweer terug naar gemiddeld 0 graden. Ook is er kans op een winters buitje. In het noorden en oosten ligt de vorst van min 1 of min 2 graden. Dus komt later in de week het koudere weer terug, samen met de gladheid. Morgen meer hierover en ik wens iedereen nog een fijne avond en onmorgen!